Welkom op het evenementloket. Druk op de knop aanmelden. Vul nu de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat je hebt gekregen. U bent nu aangemeld. Druk op de toets evenementen. Je kan kiezen, je kan gaan kijken welke evenementen je reeds ingevuld hebt en je kan een nieuw evenement aanmaken. Druk op de knop Nieuw scenario. Vul de omschrijving van het evenement in. Druk op de knop Start. Vul nu de velden in bij gegevensorganisatie. Opgelet, de velden met een sterretje zijn verplicht. Druk op de knop Volgende rechtsbovenaan de pagina. Nu kom je op de activiteitgegevens. Vul de naam van je activiteit in. Zo ook de beknopte omschrijving van de activiteit. Vul ook de rest van de nodige velden in. Opgelet, het volledig adres plaatsactiviteit moet ook ingevuld worden. Druk terug op de knop Volgende. Nu kom je op het tabblad Gebruik openbare weg en pleinen. Moeten de straten verkeersvrij gemaakt worden, ja of nee? Zo ja, welke straten? En vul ook de datum in. Moeten er parkeerplaatsen vrijgehouden worden? En moeten er tenten geplaatst worden op het openbaar domein? Zo ja, zo nee. Hier zie je het tabblad huurmaterialen. Vul de verhuurdatum in waarop je het wenst materiaal uit te lenen. Druk op de knop Toon beschikbare artikelen. Vul nu het aantal gewenste artikelen in. Bekijk ook de beschikbaarheid. Het is ook belangrijk om aan te duiden of je er aansluiting voor elektriciteit nodig is. Hier kan je het aantal verwachte deelnemers invullen. Moet voor het evenement betaald worden of is het gratis? Dit kan je hier ook invullen. Vul ook de andere velden in. Worden er publiciteitsborden geplaatst langs de openbare weg? Ja of nee? Worden er wegwijzers geplaatst langs de openbare weg? Dit kan u dan ook aanduiden. Vul de naam van de verantwoordelijke van de veiligheid in. Is er medische hulpverlening voorzien? Zo ja, geef dan de naam van de contactpersoon aanwezig op het evenement, zo ook zijn telefoonnummer. Hier vul je in of er alcoholische dranken geschonken worden en in welk recipiënt de drank wordt aangeboden. Hier kan je een plan toevoegen. Dit is alleen nodig wanneer er tenten geplaatst worden. Hier kan je dan drukken op voltooien. Je evenement is afgehandeld en kan je nadien niet meer bewerken. U krijgt een schermpje waarop u dit nog eens kan lezen. Ga naar het tabblad Mijn evenementen. Hier kan je de status zien in welke fase je dossier zit. Ben je klaar met het invullen van je evenement, dan kan je afmelden.